Hoe je een font kan maken van je handschrift laat ik vandaag zien in deze mini-tutorial. We gaan dus een font maken van je eigen handschrift. En het is natuurlijk heel erg persoonlijk voor op banners of thumbnails of wat dan ook. Dus laten we maar snel beginnen. Wat je als eerste doet is je gaat naar myscriptfont.com. En dat is dus de website waar we dit gaan doen. Wat je als eerste moet doen is, je moet een template uitprinten. En die kun je hier downloaden als PDF en PNG. En laat ik hem hier nou net uitgeprint hebben. Wat je dus moet doen is, je moet mooi in het hokje gewoon hoofdletters en kleine letters schrijven. Dus dat ga ik nu even doen. Ik heb deze bovenste allemaal ingevuld. De onderste hoef je niet per se te doen, maar die kun je ook gewoon doen. En wat je nu moet doen is, je moet dit papiertje inscannen. Je moet dit inscannen en zorgen dat die als bestand op je computer komt te staan. Ik gebruik daar een app voor genaamd Scanbot. Even kijken, Scanbot. En daarmee scan ik hem even in. Even kijken hoor. Ik heb hem hier dus nu als PDF'tje. Even kijken hoor. En dat is het uploaden van je file. Dus je drukt hier op bestand kiezen en haal je het gescande ding op. En dan geef ik hem hier nog even een naam. Ik noem hem Midas Hand SCH Rift Pen. Ik had er ook nog eentje met stift. Kun je hier nog een formaat kiezen. Ik zet hem hierop en druk op start. En nu gaat hij dus van jouw PDF'je een font maken. Oh, wat is dit nou weer? Bij mij ziet het er een beetje raar uit, want ik heb het met pen gedaan. Maar het is veel beter om het met stift te doen. Dat heb ik hiervan geleerd. Dus doe het vooral met stift. Als je gewoon deze stappen volgt, moet het gewoon goed komen. Dan kun je je lettertype downloaden en installeren. En kun je hem gebruiken in Photoshop of Adobe Experience Design. Wat dan ook. Ik hoop dat je het tof vond. Tof vond. Dan bedank je voor het kijken en zeg ik tot de volgende keer. Doei!